We moeten dit met de raad overleggen, Olympia. Heb geduld. Als de tijd rijp is, delen we al onze kennis met jou. Oké, dan. Eens even kijken of... En over Katja. Oké, ik ga dat eventjes gaan doen. Ik ga eerst Katja over Katja gaan inlichten. Nee, ik heb dat al gegeven. Dat is toch een heel belangrijk deel van James' dromen daar. Oké, maar dat is hier nog steeds zo zwart. Hebben jullie dat ook? Dat is toch echt wel een bug in Star Stable. We moeten dat eens bezien. Die wegen zijn hier zo zwart. Eeuw. Dus waar was het weer? Moorland. Ik ga de paardentaxi nemen, anders al die ding neer. Oké, Moorland was het, hè. Dus we gaan eerst eventjes naar... Kijk, die zwarte vlekken zijn weer overal. Niet te doen. Het is niet om te aan zien. Eeuw. Ja. Goed, dus we gaan naar Moorland, naar Alex. Maar waar stond Alex weer? Ik ben het vergeten. Aan het water stond ze daar niet bij Konrad? Nee. Mevrouw Halsworth, dat hebben we afscheid genomen van elkaar. Oké, dus we gaan terug naar Alex en we moeten Elisabeth inlichten over Katja. Maar kom juist van Elisabeth, vriendin. Goed. Ik denk dat het beste is als we de beschermers van Aideen vertellen dat we vermoeden dat het Katja is gelukt om terug te komen in onze wereld. Het vermoeden is gebaseerd op de nachtmerries van James. Dat kan natuurlijk toeval zijn, maar we mogen het niet negeren. Rijd naar Elisabeth en vertel haar over onze vermoedens. Oké. Wat gaan we doen? Een trailer. Terug een trailer. Oké, dan. Gaat ze ons nu wel vertellen over... veel deel. Och, ik kan me echt niet concentreren, want... En we zijn er. Kom, Elisabeth. Terug naar u. Dat is zo plots, daarnet was dat niet zo zwart. Toen dat wij de eerste keer naar Avalon kwamen, was dat niet zo zwart. Eeuw. Elisabeth. Katja, dat klinkt vreselijk. We willen niets met haar te maken hebben. Als ze, zoals ik heb begrepen, echt terug is in deze wereld en de vierde Dark Rider van de Dark Core is geworden, is dat een complete ramp voor ons. We moeten opnieuw bij het hoofdkwartier van de Dark Core langs gaan om meer te weten te komen en te kijken of Katja inderdaad is teruggekeerd. Het is tijd om terug te keren naar het hoofdkwartier van de Dark Core en uit te zoeken wat daar echt aan de hand is. Kunnen we erachter komen of meneer Sands echt het boek van de verloren lichtceremonie in zijn bezit heeft? We moeten zeker weten of hij Katja naar deze wereld heeft teruggehaald om de vierde Dark Rider van de Dark Core te worden. Kunnen we ook ontdekken of Justin zich vrijwillig bij de Dark Core heeft aangesloten of hij dat werd gedwongen? Als Justin is gedwongen, dan is er misschien een manier waarop we hem kunnen helpen ontsnappen. We hebben genoeg vragen waar we een antwoord op moeten krijgen. De opdracht is erg gevaarlijk, maar je bent er eerder geweest en hebt het toen erg goed gedaan. Ik heb er vertrouwen in dat jij de beste van ons allen bent voor deze opdracht. Als ik naar de fantastische resultaten van je druïdentraining kijk, denk ik dat je er echt klaar voor bent. Oh nee. Ben je er klaar voor? Ja... Mooi. Ik heb al met kapitein Brus gesproken en hij zal het transport regelen naar het hoofdkwartier van de Dark Core. Hij zou het fijn vinden als je onderweg naar het Vissersdorp Westkaap bij de wijnmakerij stopt om diesel voor hem op te halen. Hij heeft de brandstof nodig voor de boottrip naar het Dark Core hoofdkwartier. Je rijdt toch langs de wijnmakerij als je naar Westkaap gaat? Kun je daar een vat brandstof voor hem ophalen? Succes, Olympia. Wees voorzichtig. Mag het licht van Aideen je beschermen? Oh dear. Oké. Daar gaan we weer. Ik ga de paardentaxi nemen naar Steve's en dan ga ik van daaruit. Oké. Oké, ik moet naar de wijnmakerij. Laten we dat doen. Oh, dat is zo vies, die weg. Ja, ik ga er geen over zagen. Zagen en klagen. Zeuren en beuren. Oké, dus de wijnmakerij. Een dingetje gaan ophalen. En dan moet ik... Waar moet ik dan weer naartoe? Westkaap. Oké. Want het is toch in Moorland dat we vertrekken. Of ga ik een klokje hebben? Dat kan ook. En dat is ook altijd zo super spannend. Ja, StarStable heeft al een beetje last van bugs de laatste tijd. In Moorland, in de bak naast Loretta. Of achter Loretta. Staat er een zwevende boom die dan gewoon in de lucht hangt. En nu weer die zwarte vlekken hier. Oké, Carney. Diesel, ja. Ik wil diesel voor kapitein Brus. Natuurlijk. Oké. Is het al vol? Huh? Wat moet ik nu weer doen? Ik moet nog eerst dat vatje zoeken. Waar is vatje? Oeh. Ah, daar zo'n groot vat moet ik eerst pakken. Hij is al vol? Het is al vol. Kijken wat ik moet doen. Looppunt. Pak het vat diesel naast de grote tank en lever het af bij kapitein Brus in Westkaap. Oké. Ik ga weer een dinges pakken. Nee. Ik ga zo heel een tijd een dinges pakken. Vissersdorp, Westkaap. Oké. Oké, kapitein Brus, ik ben hier met uw brandstof. Wow, langs de andere kant. Ja, we gaan daar. Wow, ik word er even duizelig van. Moet genoeg zijn om heen en weer te varen en weer thuis te komen en nog een eindje verder. Maar Har, mijn schipper zou hier moeten zijn. Hij weet dat hij moet helpen met je te vervoeren. We zullen moeten wachten tot morgen en hopen dat hij dan terugkomt. Je missie is dringend, zeg je? We hebben geen tijd om te wachten. Oké, waar zou hij toch uithangen? Wat ziet mijn noordelijk oog nu? Wat in de naam van alle rotverbrande rotte rolmopsen is dat? Ik geloof dat ik hem zie op zijn boot bij het westelijk strand van het dorp. Daar. Voorbij het rode huis. Zie je wel? Har. Rijd naar hem toe en vraagt waar hij denkt dat hij mee bezig is. Praat met de schipper die met zijn boot bij het noordwestelijk strand buiten het Vissersdorp Westkaap rondvaart. Oké. Ik zie hem niet eens, hè. Ah, hier. Oké, vriend. What you doing? Hallo. Ik weet dat je van mij verwacht... Dat er van mij verwacht wordt... Dat ik je naar het geheime hoofdkwartier van de Dark Core breng. Maar er is iets belangrijks tussen gekomen. Ik hoopte dat ik nog even kon doen voordat we moeten vertrekken. Kijk, je moet dit wel begrijpen. Ik heb een geweldige vrouw die ik elke dag dat ik weg ben mis. Zij moet alleen voor onze boerderij zorgen als ik als schipper aan het werk ben. We zien elkaar weinig, dus communiceren we met flessenpost. Een gratis en betrouwbaar systeem. Helemaal zonder postzegels en zendmasten. Maar vandaag heb ik nog geen bericht van haar kunnen vinden. Het spoelt altijd hier ergens op het strand aan. Ik had gehoopt het bericht te vinden voordat we vertrokken. Kun je me misschien helpen de fles hier langs het westelijke strand te zoeken? Ik ben bang dat de fles ergens terecht is gekomen waar hij moeilijk te vinden is. Zoek langs het strand naar de fles van de vrouw van de schipper en geef hem aan de schipper. Oké. Ik heb hem. Oeps. Dank je, Olympia. Nu ik iets van haar heb gehoord, voel ik me weer beter. Ik hoef me geen zorgen meer over haar te maken en kan me erop richten jou te helpen. Kun je nog met één ding helpen? Ik heb meer flessen nodig voor het versturen van berichten. Ik verzamel de flessen hier in Westkaap. Mensen gooien ze overal neer, dus het zal niet moeilijk zijn om er een dozijn voor me te vinden. Kun je misschien de flessen verzamelen terwijl ik de boot vol tank om ons voor te bereiden op onze reis. Ik zal bij kapitein Brus zijn als je klaar bent. We zien elkaar als je een dozijn flessen hebt, oké? Oké. En ga ik flessen zoeken voor u als dat goed is. Ja. Is die hier? Nee, is hier. Oké, wat een mooie flessen. Die zijn perfect voor flessenpost. Bedankt. Gelezen wat mevrouw. En klaar voor onze race. En jij, kapitein Brus. Schipper geholpen, een klein probleem. Oké. Ga op weg. Praat met de schipper om te kunnen reizen naar het geheime hoofdkwartier van de Dark Core. Hou je vast. We gaan op weg naar het hoofdkwartier van de Dark Core. De stuurman brengt je naar het geheime hoofdkwartier van de Dark Core. Ah, het is akelig. Ik heb maar een level 10 paardje. Ja, ik ga het zien als het nodig is dat ik een ander ga halen. Nou, doe ik het opnieuw. Ah, dit is niet leuk. Olieboorplatform van de Dark Core. Waar zijn we? Waar zijn ze? Je moet rondslopen tot je hebt gevonden. Zorg ervoor dat niemand je ziet. Tot je ze hebt gevonden. Je moet je paard hier laten, anders zien ze je meteen. Oké. Wacht en sluip rond tot je meneer Sands en de volgelingen hebt gevonden. Ja. Oké, daar gaan we weer. Weet ik het nog, hoe dat was, hoe dat ik moest. Ah, het is weer van dat, hè. Boring. Hup, hup, hup. Ja, oké. hier. Hè? Huh? Hier kan ik. Hier zat er een ding. Volgens mij staan daar mensen op de helikopterlandingsplaats. Het lijkt alsof ze er een vreemd soort portaal hebben. Ik kan het vanaf hier niet goed zien. Oh nee. Een Katja staat daar. Ik moet wat dichterbij komen en een verstopplek zoeken waar ik kan horen wat ze zeggen. Maar wel ver genoeg zodat ik niet ontdekt word. Zoek een plek waar je meneer Sands en zijn volgelingen kunt bespioneren. Oh. Dit is een perfecte verstopplek. Dat meisje in het wit moet Katja zijn. Jammer, ze ziet er precies zo uit als James in zijn nachtmerries. Maar wat zouden ze van plan zijn? Oké. Vrienden, mijn Dark Riders, jullie weten niet hoeveel plezier het me heeft om jullie hier nu allemaal bij elkaar te zien. De tijd dat we met ons grote werk gaan beginnen is bijna gekomen. Het niet zo verloren lichtceremonieboek heeft de exacte tijd en plaats onthuld waar we zullen toeslaan. De tijd is bijna aan ons. GG. Goed gedaan, grootvader. Binnenkort hebben wij de wereld in onze macht. Goed werk. Iemand in zijn smoel is zo wat paars. Ik denk dat die... Goed werk. Onze laatste kracht, Katja, is bijgekomen van haar reis naar ons. Ze hoeft niet meer te rusten in het licht van het duistere portaal om haar verloren kracht te herwinnen. Eindelijk kan ze zich vrij onder ons bewegen. Tot je dienst. Bedankt dat je me hier hebt gebracht. Ik ben blij jullie vierde Dark Rider te mogen worden. Het is een grote eer. Je weet niet half wat een eer dit voor mij is. Goed, we zullen snel controle hebben over de Pandorische energie die de sleutel is naar een grenzeloze kracht die geen mens zal kunnen begrijpen. Dit dankzij ons grondige onderzoek en voorbereidingen. Als de duistere ceremonie is geweest, is de kracht in onze handen en niets zal ons kunnen stoppen. Als de tijd rijp is, weet je wat je moet doen. Jullie hebben allemaal een rol. Nu wachten we onze tijd af en vieren we onze aankomende triomf met een feestje. Ik heb voor het diner gezorgd in het hoofdgebouw. We gaan het vieren met lasagne. Hoera, lasagne. Horen jullie dat, meiden? Lasagne. Justin. Laten we naar binnen gaan. Justin, jij maakt ons eerst vrij en zet de kracht van het portaal uit. Daarna mag je weer bij ons komen, oké? Okay? Denk eraan dat je niet te dicht bij het portaal mag komen. Natuurlijk, jij bent de baas. We zien je binnen. Zolang je maar wat bewaart voor mij. Oké, en nu moet ik doen. Dit zou wel eens onze enige kans kunnen zijn om alleen met Justin te kunnen praten. Wacht op het juiste moment om met hem te praten. Wacht tot Justin alleen is, dat je hem kunt spreken. Oké. Oké. Dus ik moet naar Justin gaan. Help mij. Besluit mensen, jij, wat doe jij hier, Olympia? Zo heet je toch? Justin, je hebt me leren galopperen toen de eerste dag dat ik in Jorvik was. Wat is er met je gebeurd? Oké. Ik denk dat je hier tegen me wil, maar weet je, het is helemaal mijn eigen keuze dat ik hier ben. Meneer Sands is mijn opa. En ik zal er voor hem zijn als hij me nodig heeft. Samen zullen we over de wereld heersen. Het ding dat mensen Garnok noemen, is een Pandorische kracht die onder het oppervlak van Jorvik bubbelt. Het wacht tot het wordt vrijgelaten en door ons wordt getemd. We zullen die Pandorische energie al gauw beheersen, zoals jij je paard beheerst. Snap je het nu? Wat Justin... Hoe we die Pandorische krachten gaan temmen? Je weet niet veel, hè, klein meisje. Het verloren lichtceremonieboek is niet zo verloren als sommigen denken. Mijn opa, meneer Sands, heeft het gevonden. Hij weet precies hoe we de lichtceremonie moeten uitvoeren, die de krachten zal ontketenen en de Dark Core ongekende macht zal geven. Er komt een fantastisch nieuw tijdperk, een van kracht en respect. Je zou je bij ons moeten aansluiten, Olympia. Van Justin, toch? Waarom heb je dit allemaal verteld? Ik mocht je wel toen ik je ontmoette. En vind je het nog steeds wel prima? hoewel je een beetje te nieuwsgierig doet en rondhangt bij die vreemde druïden. Het maakt niet uit of je dit weet of niet. Nu onze groep van Dark Riders compleet is, kan niemand ons meer stoppen. We weten dat de druïden geen idee hebben dat Lisa verdwaald is in het grauwe gebergte en compleet weerloos is. En dat Anne... nee, ik zeg niets meer. Maar het maakt echt niks uit. Jij en je druïden kunnen ons niet meer tegenhouden. Je wil weten of ik je laat gaan. Ja, ik laat je gaan. Maar alleen als je ons meteen verlaat en stopt met rondneuzen. Zoals ik je de vorige keer ook al heb gezegd toen ik je hier rondneusde. Ik laat je niet alleen maar gaan omdat ik je aardig vind. Je moed is iets dat bewonderd en beloond moet worden. Als je iemand anders was geweest, had ik ervoor gezorgd dat meneer Sands je voor altijd had opgesloten. Thanks, Justin. Dus, tot ziens Olympia. Ga hier weg voordat iemand anders je ziet of ik van mening verander. Ik moet gaan en lasagne eten. Er is een kortere weg naar het lage platform door die pijp daar. Net voor de trap die naar het hoofdgebouw leidt. Neem die korte weg, dan ziet niemand je. De rest is niet zo aardig als ik ben. Dag en tot niet meer ziens. Misschien kom je hier nog eens op je knieën terug als de Dark Core een wereldmacht is. Wie weet. Dan zal ik een goed woordje voor je doen. Oké. En wat moet ik langs die trap? Een pijp. Wat is er? Ik weet niet welke pijp dat die bedoelt. Ah. Zo. Huh? Oké, daar. Oh my god. En nu, waar moet ik naartoe? Nog hier verder. Dat kan mij niet zien, hè? God, dat is moeilijk. Yes, my horse. You are here. Ah. Oké. Laten we deze vreselijke plek verlaten. Ja, graag. Oh. Het was hier weer geen pleasure. Oeh la 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 la. Is de missie geslaagd? Mooi. Je kunt Schipper altijd vragen om je terug te brengen wanneer je maar wilt. Nu haast je je terug naar Elisabeth om alles te vertellen. Goed plan. Tot ziens. Rijd naar Elisabeth. Dat is geen goed nieuws, hè. Dat is geen goed nieuws. De vraag is, waar is mijn boot? Want ik ga... dat bootje nemen. Ja, het is nog een andere kant natuurlijk. Jongen, jongen, jongen. Oké. Dus weer naar Elisabeth, naar Veeldeel. Om dat te laten weten. Het is geen goed nieuws. Het is geen goed nieuws. Nee. Oké dan. Oké. Veeldeel. Kom aan. Veeldeel. Voilà.